De deur gaat dicht. Want wij gaan op vakantie. De auto is helemaal vol. Let's go. Oké, jongens, we staan in onze eerste file. Ik denk dat jullie het heel goed kunnen zien. Ja, hier. Maar we staan daar. Nee, ik kan het niet zien. Kan ik gewoon daar staan? We staan tenminste in de file, daar gaat het om. Dus het is lekker warm al. Ik zal lekker lunch aan het eten. Om 11:30. Dat kan ook. Dus, eerste file gehad. We zijn inmiddels alweer bij onze tweede stop. Althans, ja, de eerste stop was gewoon even slassen en even tanken. Nu gaan we, zijn we op een mega drukke stopplek. We hadden ook een rij voor de wc. En er zit ook een McDonald's, dus dat is ook leuk. Lekker. Ik ga even een korte broek aan doen, want ik zit als enige hier nog in een lange broek. En dan gaan we daarna weer lekker door. Rens en ik hebben 5 minuten lang in de rij gestaan. Maar goed, we hebben even McDonald's gehaald. En dan zijn we weer ready om door te gaan. Oké, we zijn weer aan het rijden. Papa en Rens zijn de film aan het kijken. En het regent. En niet een beetje ook. We zagen net al een lichtflits. Oh, ik hoorde dat we net een flits zagen. Ja, net wat ik zag. Ja, ik zat wel even te kijken. Dus we zitten een beetje in een stormland, helaas. We hopen dat het vanavond wel weer klaar is. Goed, wij zijn nu in Oostenrijk. De rit is allemaal goed en wel gegaan. We hebben nog een keer wat regen gehad. Volgens mij hebben jullie dat ook wel gezien, dat weet ik eigenlijk niet. En voor de rest, nou ja, is de rit eigenlijk gewoon goed en wel verlopen. We hadden wel nog even stress of we op tijd konden tanken. Toen hebben jullie ook het lampje gezien, want we waren echt bijna leeg. En er was maar geen tankstation. Uiteindelijk is het goed gegaan. We zijn net eventjes bij de winkel van mijn oom en tante geweest. En nu zijn we op de camping. Maar kijk, het is heel erg... Oh, het regent nu ook. Het begint nu ook weer te druppen. Het drupte net ook al een beetje. Het gaat namelijk regenen. Maar onze tent moet dus nog opgezet worden. En alle spullen moeten uit de tent als we de tent willen pakken. Dus dat is even een beetje stressen. Maar goed, ik ga ook een andere keer eventjes, ik denk op de, als we op de camping zijn, even filmen dat we de tent gaan opzetten. Voor nu gaan we de tent opzetten en dan zien we jullie straks. Ik weet niet waar de ingang is. Komen ze eraan of moeten ze dan helemaal nat, iedereen? We zijn echt helemaal nat. Ik ben net naar de wc geweest, maar het regent zo hard. Kijk dan. We willen nu even hier eten bij het restaurantje. Oh. Is iets niet slim daar? Hey. Mijn schoenen. Daar had ik niet over nagedacht. We zitten nu aan de tafel. Eigenlijk is die... kijk. Gereserveerd, maar dat heeft die vrouw helemaal niet gezien, dus we verstoppen hem. Oh. Maar we gaan zo even kijken of we nog de tent, wat we met de tent gaan doen, waar we gaan slapen. Eerst even eten, want dat hebben we nog niet gedaan. Het is 7:30 en dan gaan we dan verder kijken, want het giet echt nog steeds buiten. We hebben echt, wat regen met ons doet, is niet goed. Hij komt het dan heel leuk voor, zo hij zegt, anders dan gaan we gewoon vannacht rijden. We komen morgenochtend aan op de camping. Wat? Als we hebben even gerekend, van oké, dan gaan we even 2 uurtjes gaan we dan even in de auto even ogen dicht chillen. En dan gaan we dan rijden. Dan komen we rond een uur of 6-7 aan, exclusief pauze en eventueel nog een tussenstop. Het is echt, hij gaat even met zijn zusje even kijken wat zij denkt dat morgen gaat doen, maar het is echt... Krankzinnig plan. Ja, dat zijn wel acties voor ons. Ja.
zijn net Italië gereden. Je hebt het gemist, maar wij niet, gelukkig. Oké, we zijn net een heel stuk gereden over de pas. We staan hier bij een kerkje, want we moeten eventjes wat lichten aansluiten. Het ging best wel goed. We zijn in Italië. En nu gaan we zo meteen door. We moeten nog iets meer dan... iets minder nog dan 3 uur rijden. Dus dat is mooi. En dan is 4 uur. Dus moeten we even kijken wat we dan gaan doen. Geen slecht. Het is op dit moment 2:30. En tot dusver heb ik weer nog gereden. Maar ik moest echt... Eigenlijk al voordat we de pas op gingen... Moest ik mega nodig plassen. Dus toen zijn we de hele pas over geweest. En toen uiteindelijk, toen moest ik ook nog weer heel nodig. Dus we zeiden, maar goed, overal is natuurlijk alles dicht om 2:30 s'nachts. Dus zeiden we, als we dan bij de snelweg komen, dan is er wel wat open dat ik kan plassen. Maar we hadden dus een route aangekruist. Omdat we in Oostenrijk gingen, wilden we niet over de snelweg. Dus we hadden een route aangekruist dat we niet over de snelweg gingen. Dus het duurde maar en het duurde maar voordat we over de snelweg gingen. We hadden dus die route aangekruist. Dus toen bedachten we dat ons. Moesten nog een stuk terug. Maar 2:30 s'nachts lopen we hier in Italië. Even lekker naar de wc. Moet heel nodig. En dan gaat vaders 1,5 uur doorrijden nog. En dan zijn we er rond 4:30. Goed, we zijn aangekomen op de camping. Het is nu iets voor 5 en we zijn net af naar de zee geweest hier. Nu lopen we met z'n allen, we zijn klaar voor onze stranddag. Wij gaan richting het strand, gaan daar even lekker nog een beetje hopen dat we het kunnen slapen. Het is echt heel erg. En dan gaan we morgen inchecken en kijken of we wat eerder überhaupt terecht kunnen. En dan de tent opzetten. Maar eerst lekker naar het strand. Heb je er zin in, Rens? Lekker tennen? Ik heb er heel veel zin in. Ja. Tennen om 5 uur. We kunnen alle UV-stralen meepakken. Goed, we liggen hier. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Maar dat is geen succes, want op het strand staan natuurlijk allerlei muggen. Daar waren we een beetje bang voor, maar goed. Zo eigenwijs als we zijn. Kijk. Dus wij gaan weer terug naar de auto. Oh, echt. Een hele goede morgen. Het is nu exact 7 uur. Ik begreep net al dat ze stonden te wachten voor de ingang bij de receptie. We hebben net nog een beetje geslapen. Hier heb ik gelegen. Mama hier. Mien daarachter. Papa Renske. Ik ben benieuwd of zij geslapen hebben, want zij hebben ergens anders gelegen. Horen we zo. Ik ga later eventjes nog een keertje even goed vertellen wat er nou precies gebeurd was gisteravond. Gewoon hoe het even ging. Maar voor nu gaan we eerst vragen of we überhaupt eerder kunnen staan. Maar ik ga wel vanuit van wel. En dan gaan we dan een plekje uitzoeken. Gaan we dan de camping op. Het is wel lekker om heel eventjes 1,5 uur geslapen te hebben. Plak ook echt aan alle kanten. Maar goed, ik ga eens eventjes naar de receptie lopen om te kijken hoe ver ze zijn. Goed, we zijn inmiddels even verder. We hebben een plekje uitgekozen. Ik ga het jullie even laten zien. De auto staat wel een beetje in de weg. We staan dit jaar in laantje 12. Eigenlijk vinden we dat een beetje te ver bij het begin van de camping, maar goed. Het moet even. Laantje 12, nummer 11. Hier staat mijn tent, de grote tent. De auto gaat straks nog hier zo. En dan hebben we hier de tent. Ik ga meteen de tent er doen. Meestal wacht ik daar heel lang mee. Papa die chillt even. Beetje moe. Die heeft niks geslapen. Mama is even soep aan het maken. Mien is even lekker aan het lezen. Nou, dit staat allemaal hier. Het is eigenlijk hetzelfde als altijd. En daar slapen we dan. En hier liggen spullen. En dan komt hier straks nog de box te staan die daar staat. De subs pompen we nog op. En we gaan even soep eten. Het voelt best wel raar dat we... Het is nu 9 uur. Dat we nu soep gaan maken. En dat dan de dag praktisch gezien nog moet beginnen. Het is 9:09. Ja. Ontbijten met soep. Ontbijten met soep, ja. Dus we gaan vandaag even een beetje rustig aan doen. En dan genieten we ons soepje. We hebben vandaag een heerlijke stranddag nog gehad. En net lekker gegeten. Nu gedoucht en nu regent het.
Verder hebben we vandaag niet heel veel gefilmd. Vanaf morgen zullen we de GoPro meenemen, maar vandaag was gewoon echt even een chill dag. Omdat we natuurlijk gewoon nauwelijks geslapen hadden vannacht. Op het strand hebben we gelukkig nog wel een beetje kunnen slapen. Dus dat was echt lekker. Nu regent het dus. Dus dat is niet echt heel erg lekker. Dus we gaan eventjes kijken waar we een ijsje gaan halen. Hoe laat. En dat een beetje. Maar we zijn niet helemaal gezetteld. We gaan vanavond wat vroeg slapen. En dan nemen we jullie morgen verder weer lekker mee. En uiteraard van ijs halen. Zien jullie dat ook. Oké, dit was dan alweer deze allereerste vakantievlog. Eigenlijk alleen nog maar de heenreis. Ik zal heel even nog een beetje kort vertellen hoe het uiteindelijk ging. Want jullie zagen dat we in het restaurant zaten en toen ineens dat we in Italië waren. Ik had er namelijk tussendoor eventjes niet meer gefilmd. Dus ik zal heel even het kort wat dingen nog vertellen. We zaten dus in dat restaurant en toen hadden we besloten van oké, we gaan gewoon echt in één keer door nu. Dus nadat we ons eten op hadden, toen zijn we naar mijn oom en tante nog eventjes gereden. Althans, hebben we even nog alle dingen in de auto geregeld, want we hadden alweer dingen naar de voorstoelen gehaald om achter wat uit te kunnen halen, bla bla bla. Dus even de auto weer goed ingericht. En toen zijn we naar mijn oom en tante gereden en mijn neefje nichtje. Toen hebben we daar nog eventjes gedag gezegd en toen nog even naar de zee geweest en toen... Hatsa, zijn we gaan rijden. Dus mijn vader begon al halverwege ben ik gaan rijden vlak voordat we de pas op gingen. Want we hadden afgesproken van oké, we gaan echt wel snel. Althans, we gaan niet al te lang rijden. Omdat ja, in de auto kunnen we allemaal niet super goed slapen. Dus het is gewoon niet verstandig om dan heel lang te rijden aangezien je al heel lang wakker bent. Dus, mijn vader was begonnen, toen ging ik rijden. Ik heb uiteindelijk wel wat langer gereden, maar dat ging eigenlijk helemaal prima. Dus toen zijn we gewoon die kant op gereden. Toen we dus aankwamen op de camping, zag je dat we naar het strand gingen. Nou, dat beviel niet, zag je ook. Uiteindelijk hadden mijn moeder, Mien en ik hadden nog wel even kunnen slapen in de auto. Maar mijn vader en Renske, die lagen er, nou ik zal even twee foto's in beeld doen. Die lagen er allebei zo bij. Die hebben... verder echt niet geslapen, want er waren allemaal muggen. Dus daar kon je ook gewoon echt niet van slapen. Nou, uiteindelijk hebben we, dus overdag hebben we nog eventjes op het strand geslapen. Sommigen zijn nog in de tent blijven slapen. Nou, uiteindelijk gewoon lekker een beetje gechilled. Toen ik had op het strand geslapen, echt, dat soort dingen kan ik echt niet. Dus we waren echt kapot. Maar toen ik wakker werd, mijn nek deed zoveel pijn. Het was echt niet normaal, want het ligt helemaal niet lekker daar eigenlijk. Maar goed, verder hadden we in ieder geval wel 2 extra stranddagen... de maandag en dan de dinsdag. Dat gaan jullie in de volgende vlog zien. Dus dat eigenlijk een beetje. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat dit het ook nog iets meer verduidelijkt. Of duidelijk maakt. En dat zien we je graag bij de volgende vlog.